Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme organiseert in samenwerking met de IDB een Internet of Things IoT Amazon Conference op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni in de KKF Beurshal. Elvira Rogers van de Student Fab Academy vertelt meer hierover. Fab Academy is een jaarlijkse opleiding die verzorgd wordt door MIT. MIT is een technische instituut in Amerika. En vanaf januari 2019 zijn er 8 studenten benaderd om ook deel te nemen aan deze opleiding. Suriname heeft dan 7 studenten die zij hebben laten toetreden tot deze opleiding. En 1 van de studenten valt dan onder Frans-Guyana, omdat we een samenwerking zijn gegaan met Frans-Guyana. Het ministerie van HINT is met het idee gekomen om zodoende de economie van Suriname te stimuleren. Het Fab Academy Suriname bestaat uit verschillende groepen. We zijn, zoals ik net zei, we hebben een samenwerking tussen Frans-Guyana en Suriname. En aan de hand daarvan hebben we ook verschillende laboratoria die we gebruiken. Je hebt dan het IoT Lab. Dat staat voor Internet of Things Lab. Je hebt dan Stichting Probitas en Manifact, dat is het lab in Frans-Guyana. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni wordt er een conferentie gehouden in KKF Beurshal. Het gaat erom dat we onze netwerken willen versterken binnen de regio. Dus binnen deze conferentie zullen dan de FabLab-studenten hun eindproject presenteren. Er zullen ook presentaties zijn vanuit het ministerie van HINT, ministerie van Onderwijs en de verschillende FabLabs binnen de regio, zoals FabLab Brazilië, FabLab Frans-Guyana. Ieder kan meedoen aan deze conferentie. Om mee te doen moet u zich eerst registreren via Fab Amazonia 2019. Organize.sr, organize, in dit geval is het met een C geschreven. En de conferentie vindt plaats op 28 en 29 juni, zoals ik al zei. En het tijdstip is van 8 uur tot 5 uur. Op vrijdag 28 juni hebben we ook de opening van onze IoT Lab. Dat is aan de Etnalaan nummer 29. En het tijdstip is van 5 uur tot 7 uur. Dus iedereen is welkom om ook te zien wat de studenten als het ware binnen die periode van 5 maanden hebben gedaan.